Hoi, ik ben Joey en ik ben Changemaker. En ik ben Kirsten, ik ben ook Changemaker. Ik heb me opgegeven voor Youth Goals, omdat ik het leuk vind om nieuwe ervaringen op te doen hier. En ik ben Changemaker, dus ik kan verandering brengen in gemeente Roosendaal. En ik heb me opgegeven voor Youth Goals, omdat ik voor mijn studie een vrijwilligerswerk nodig had. En ik vond dit een mooie ervaring. Ja, ik ben Edwin Spitters, ben buurtopbouwwerker bij Wij Zijn Roosendaal. En ik ben werkzaam in de wijken Kalshoek en Burnhout. In Roosendaal hebben we in elke wijk een voor elkaar team. En een voor elkaar team is een groep van vrijwilligers die samen met de sociale professionals de wijk ingaan. Op zoek naar burgers die kwetsbaar zijn, die vragen hebben, die ondersteuning nodig hebben. Die vinden we aan de deuren, dus we gaan langs de deuren. En we plannen dan ook huisbezoeken daarna om mensen te helpen met hun vraag. Achter de voordeur komen we heel veel mensen tegen die eenzaam zijn, die alleen zijn. Die een heel klein netwerkje hebben. Ja, proberen dan vanuit elke wijk een activiteit te organiseren. Zoals de koffieleut, waar mensen bij elkaar komen. Waar mensen nieuwe mensen leren kennen. Maar waar we ook in contact blijven met in ieder geval deze mensen. Ja, het is vooral ook gewoon een leuk en gezellig contact. Ik ben bij de voor elkaar teams gekomen omdat het via Youth Calls werd aangeboden. En toen heb ik een gesprek gehad met de mensen van voor elkaar. En het leek mij heel interessant. En zodoende mocht ik gelijk aansluiten. Ik wilde graag leren hoe ik met mensen beter kan communiceren. Hoe ik de emoties van mensen kan zien. En dat heb ik dan hier bij voor elkaar teams gedaan. En gewoon de sociale contacten met mensen. We hebben bij huisbezoek geweest. Dan ga je bij mensen langs kijken hoe het gaat met hen. Of ze vragen hebben. Of je ze ergens mee kan helpen. Een nieuwe inzicht die ik heb opgedaan is dat er best wel veel organisaties zijn voor de mensen in Roosendaal waar je zelf niet zo aan had gedacht. En dat vond ik wel heel mooi om te leren. En ook ja, wat voor doelgroepen er allemaal zijn en wat voor problemen er eigenlijk allemaal hier rondspelen waarvan je zelf niet zou denken dat ze er zijn. Bij Youth Calls heb ik veel verschillende mensen leren kennen. Alle jongeren die ook zich hebben aangesloten bij Youth Calls. Maar ja, daar leer je ook heel veel van, want dat zijn verschillende leeftijden, verschillende mensen. En van hun inzichten leer je ook heel veel. En natuurlijk bij het voor elkaar teams, het team hier leren kennen en ook de mensen waarbij je op huisbezoek komt. Ja, de toegevoegde waarde van de Changemakers is gewoon merkbaar in het team. Nou, de jonge mensen zijn vaak heel erg goed met technologie, dus dat helpt al. Zeker als er heel veel digitale vragen zijn. Maar maak ook gewoon op een andere manier contact met de mensen achter de voordeur. Ze zijn dus van toegevoegde waarde binnen de teams, maar ook achter de voordeur. Als we de mensen spreken, dan merken we gewoon dat zij een verrijking zijn. Mensen die het overwegen, veel jongeren die het overwegen, zeker doen. Het is een goede ervaring. Je leert heel veel van en je hebt er later heel veel profijt van. Ik zou zeggen, zeker doen inderdaad. Het is een hele leuke ervaring, gezellige mensen. Je leert veel en je krijgt goede ondersteuning, dus het is een fijne plek.